Het leren begrijpen van elkaars pijn, dat brengt samen. Ja. En, maar elkaars pijn moet wel de ruimte hebben om geuit te worden. Okay, en dat wil wel eens weggeveegd worden. Goedenavond allemaal. Lekkere volle zaal. Hoe is het met iedereen? Heel goed. Mijn naam is Aldit Hunker, Global Freestyle Multimedia Journalist, uw debatleider van deze avond. Korte inleiding. Het is precies 3 jaar geleden dat historica Patricia D. Diana Gomez in samenwerking met de Bali het programma Wie schrijft onze koloniale geschiedenis organiseerde. Nou, het werd een gesprek tussen activisten, historici, grassroots organisaties en instellingen over de vraag van en voor wie is de Nederlandse koloniale geschiedenis? Wie krijgt de ruimte en de middelen, ja, we zijn in Nederland, de middelen om mee te schrijven aan die Nederlandse koloniale geschiedenis. Inmiddels zijn we 3 jaar verder. Patricia Gomez heeft net een boek uitgebracht. Dat zien jullie als het goed is daar. Ja, daar is het. Denken over de transatlantische slavernij en racisme. Met als ondertitel De 3 gezichten van Nederland. En in het boek bespreekt ze die vraag opnieuw. Wie mag meeschrijven aan de Nederlandse koloniale geschiedenis? Met het verschijnen van het boek is het dus een mooi moment om dat gesprek van 3 jaar geleden nogmaals te voeren. Want is er in die afgelopen 3 jaar wel iets veranderd? Laat staan verbeterd. Wie buigt zich momenteel over het schrijven van die geschiedenis? Moet er misschien ergens stevig op de rem worden getrapt? Of misschien juist gas gegeven? Nou, daarover ga ik vanavond in gesprek met 2 panels. Het eerste panel, daar zitten historici in. En in het tweede panel vertegenwoordigers van instituten. En we laten ons bij die gesprekken leiden door de presentatie die Patricia Gomez zo meteen zal geven. En u mag ook meepraten, want ik kom mijn huis niet uit als de zaal niks mag doen. Dus graag. Hebt u daar ook een beetje zin in? Oh, oké, goed zo. Want natuurlijk, het is een beetje een onderwerp in de categorie laat maar geen zin in. Maar ja, we moeten het er wel over hebben en we gaan het er dus ook over hebben. En we gaan proberen om dingen niet uit de weg te gaan. Lastig wil niet zeggen, doe maar niet, toch? Lastig wil zeggen, aanpakken, rugrecht, doe het. Hoe heette die mevrouw in Suriname? Doe het. Dat, ja. Doe het. Verder hebben we hier in de zaal ook nog, in ons midden, kom er even bij, Indra Bujarat, intercultureel psycholoog met als specialisme systemisch racisme. Ik geef jou de gele microfoon, Indra. Ja, dankjewel. Het gaat daar dus vanavond over, hè? Ja, Indra Bujarat, dat mag best even volgeklapt worden. Ze is ook uit haar huis gekomen vandaag. Ja. Ja. Daar gaat het dus vanavond over institutioneel racisme, uitsluiting. En het blijkt dat het lastig is om daarover te praten in de samenleving. Hoe doe jij dat vanuit je vakgebied? Want jij bent er de hele dag mee bezig. Ja, voor een groot deel ben ik ermee bezig. Als psycholoog, psychotherapeut. En ik ben ermee bezig in mijn behandelkamer vanuit een behandeloogpunt. En dat is dan het gedrag bestuderen wat als gevolg van racisme ontstaat. En dan moet je denken aan traumatisering vooral. En dat is bij slachtoffers. Bij slachtoffers. Want die racisten die komen moeilijk in de spreekkamer. Van ik ben racist en ik wil er van af. Dat gebeurt ook wel eens, maar dat is bijna niet. Of ze moeten een straf krijgen, maar dan komen ze niet bij mij. Dan komen ze bij een andere instelling, meer voor in de forensische hoek. Maar waar ik naar kijk, is hoe werkt de uitsluiting door op de psyche? En wat voor gevolgen heeft dat? Hè? Dan moet je echt denken aan PTSS, posttraumatische stressstoornisklachten. Dat mensen niet kunnen slapen, dat ze herbelevingen hebben, flashbacks hebben. Schrikachtig zijn, bang zijn ook voor de toekomst. Voor de toekomst van hun kinderen. Dat er secundaire traumatisering plaatsvindt. Dus daar let ik heel erg op. Dat de generatie doorgaat. Dat het overgedragen wordt aan de kinderen, de angst.
En dat gebeurt al eeuwen trouwens. Dus dat is iets wat niet nieuw is. Het is nu bekend en het wordt onderzocht. Dus we weten het veel beter hoe het overgedragen wordt. Maar het gebeurt langzaam aan. En het is ook een geïnternaliseerde vorm van traumatisering. Wat vanzelf maakt dat mensen alert zijn op eventuele signalen van onderdrukking van racisme. En dat je je vooraf al gaat beschermen daartegen. Dat befaamde muurtje om je heen bouwen. Befaamde muurtje, maar ik moet ook denken aan mijn grote zwarte zoon die op straat loopt en een vrouw komt langslopen, een blanke vrouw, en dat hij dan automatisch gaat lachen om te voorkomen dat ze dit doet en weg op die manier tegen de muur aankruipt en wegloopt. Dat is een microagressie. Dus ja, ik kom racisme in verschillende vormen tegen. Echt van heel erg openlijk harde vormen tot en met subtiele uitsluiting. En in mijn vak overigens zit racisme ook. Interessant. Kun je dat heel kort vertellen? Ja, wetenschappelijk racisme. Zegt dat jullie iets? Wetenschappelijk racisme? Wetenschappelijk racisme. In de tijd, 150 jaar geleden, was er een psychiater in Amerika, Cartwright, die drapetomania benoemde als een stoornis. En dat betekende zoveel als de ziekelijke drang van mensen die op een plantage werkten, slaven, tot slaafgemaakten, de ziekelijke drang om van de plantages weg te lopen. Dat was een stoornis. Een psychische stoornis, ja. Een psychiatrische stoornis waarvoor ze behandeld moesten worden. Ja. Ja. En natuurlijk het eeuwenoude verhaal, zwarte mensen kunnen veel meer pijn verdragen, dat soort onzin. Ja, en zwarte mensen zijn minder intelligent. En dan denken we van, oh, maar dat is van de jaren 40, 50. Nee, dit is een onderzoek uit 1994, waarin de bell curve is beschreven. Werkelijk een onderzoek is gedaan waarin wetenschappers hebben bewezen dat zwarten minder intelligent zijn. En dat gaat dan een eigen leven leiden. En dit is dan heel erg duidelijk, openlijk. Maar je moet het ook zien als in, als je bij de huisarts gaat, vragenlijsten invult. Op wie zijn die vragenlijsten geënt? Exact. Vaak op mannen, witte mannen. Witte mannen van 1 meter. Ja. Maar ook kinderen, consultatiebureaus. De curves van de baby's, dat zijn witte baby's. Ja. Dus mijn dochter die was te licht. Te niet wit. Te niet wit. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, extreem interessant. Je gaat vanavond meeluisteren. Ja. Niet om een analyse van onze gasten te maken, nee. Maar hoe dan wel? Hoe luister je? Ik ga luisteren met een soort reflectiebril en kijken of ik dingen herken in de verhalen van de panelleden die ik ook hoor in mijn spreekkamer en die ik ken uit onderzoeken. Dus dynamieken, lichaamshoudingen, dat soort zaken. En hoe de psyche in de structuur werkt, dus institutioneel racisme. Want racisme ontstaat niet in het luchtledige. Nee, precies. Ja. Nou, ik kom dus een paar keer langs bij je vanavond. Prima. En dan ga je ons vertellen wat je tot dat moment hebt ontwaard. Helemaal goed. Dankjewel, Indra Bujarat. Ja, dankjewel voor de microfoon. Dan is het nu de hoogste tijd voor de initiator van deze avond. Zij zet de toon voor de gesprekken straks, dat heb ik al verteld. En ze zet ook voor ons uiteen waarom die centrale vraag gewoon keihard gesteld moet worden. En ik neem aan, haar een beetje kennende, dat ze ook gaat aangeven hoe die vraag beantwoord zou moeten worden volgens haar. Alle aandacht voor Patricia Gomez. Dank je wel. Dankjewel ook Merlijn van de Bali. Voordat ik met mijn verhaal. En goedenavond allemaal. Ik ben blij dat jullie er zijn, ondanks dit mooie weer. Maar voordat ik met mijn lezing begin, wilde ik even toch zeggen over het tijdschrift voor geschiedenis. Die had mijn artikel afgewezen. En dat heeft ertoe geleid dat ik dit boek ben gaan schrijven. Wilde ik toch even zeggen. En op onze psychologen zou ik willen zeggen. Ik zou het ook heel erg prettig vinden als de psyche van de racisten zou worden ontleend. En niet alleen van de zwarte mensen. En vooral die van hen. Dat moet eindelijk beginnen. Maar nu mijn verhaal. Het is een beetje een lang verhaal. De mensen die
die mij kennen, die weten dat ik niet van ophouden weet. Maar goed, jij houdt het in de gaten. Oké, die vraag waarom dit tweede debat over geschiedenis, koloniale geschiedenis, zo belangrijk is, geschiedenis toch niet? Behalve misschien voor een paar historici. Maar in deze lezing wil ik laten zien waarom het wel heel belangrijk is. Ik heb mijn lezing in tweeën gedeeld en het eerste deel is een beetje saai voor jullie, maar toch wel een noodzakelijk deel om de pointen, om de strekking van het debat een beetje te begrijpen en waarom ik vind dat geschiedenis zo belangrijk is. Het komt namelijk omdat het geschiedenisbedrijf direct verbonden is met de gang van zaken in de samenleving en omdat de erfenis van de slavernij en de koloniale geschiedenis, het racisme, nog steeds zo'n grote druk op de samenleving legt. Jullie kennen allemaal het rapport Ongekend Onrecht over institutioneel racisme bij de Belastingdienst. En jullie weten dat de overheid voor het eerst heeft erkend dat Nederland racistisch is. We moeten het niet bij die constatering laten, maar gaan uitzoeken hoe dat nu komt dat het nog steeds bestaat. En daarvoor moeten we niet alleen kijken naar het kapitalistisch systeem, want dat is gebaat bij uitsluiting, onderdrukking, uitbuiting, ongelijk enzovoort. Maar historici spelen hierin echt een grote rol. En dat wist ik niet toen ik op school zat, want tijdens de geschiedenisles, Petra weet het, zat ik te slapen, te keten of huiswerk te maken. Ik wist niet dat geschiedenis zo een ongelooflijk spannend domein was. Goed, dus nu even dat saaie deel, de historiografische ontwikkeling. En dat is de geschiedenis van de geschiedschrijving. En daarna bespreek ik dan een paar dingen uit mijn boek waar we dan over gaan praten. Jullie denken overigens misschien, die mevrouw die heeft nu twee boeken geschreven en we horen dat ze ook in Tijdschrift voor Geschiedenis heeft geschreven, dus ze wordt niet uitgesloten, maar dat is echt niet zo. Hè? Je moet ongelooflijk hard knokken om dat voor elkaar te krijgen. En om dit boek te schrijven hebben twee uitgevers die mij met veel enthousiasme een contract gaven, want ze wilden een zwarte in hun fonds hebben. Maar toen ze het concept lazen, vlogen ze tegen het plafond van woede en verbraken het contract. En de derde uitgever, uitgeverij Verloren, die heeft het wel aangedurfd en die heeft mij mijn verhaal laten vertellen, precies zoals ik het wilde vertellen en ja, precies zoals ik het vertelde. Oké, geschiedenis is meer dan alleen maar een verhaal over het verleden. Het is ook het fundament waarop samenlevingen en identiteiten worden gebouwd. En het is een instrument voor in- en uitsluiting. Kom je met je voorouders voor in het nationale geschiedenisverhaal, dan maak je deel uit van de samenleving en mag je erover meeschrijven. Hiermee oefen je niet alleen invloed uit op het verhaal, maar ook op de samenleving, want het overheidsbeleid is gebaseerd op opinies die in de samenleving tot stand komen. En deze opinies zijn vaak gerelateerd aan het verleden, bijvoorbeeld om dingen te verbeteren. Kom je niet voor in het verhaal of op een negatieve manier, dan hoor je er niet echt bij, behalve in een tweederangs positie of als excuustruus of alibi-ali. Je mag dan ook niet meeschrijven aan dit verhaal, tenzij je schrijft wat de witte mensen willen horen. En door dit alles kun je ook niet echt bijdragen aan de opinievorming en daardoor heb je ook geen invloed op het overheidsbeleid. Geschiedenis en samenleving staan dus in een directe wisselwerking met elkaar. De geschiedenis heeft ook invloed op de toekomst, want die toekomst is gebaseerd op een heden dat op de geschiedenis is gefundeerd. De geschiedenis is dus nooit ver weg. En verder is er niet alleen sprake van een wisselwerking, maar ook van een vicieuze cirkel.
De gevolgen van die wisselwerking kunnen moeilijk worden doorbroken. En dit heeft te maken met de machtsverhoudingen in de samenleving. En in het Westen hebben de witte mannen uit de elites eeuwenlang bepaald wat er in het geschiedenisverhaal staat. De historici onder jullie kennen dit allemaal al, maar misschien anderen niet, en voor hen wil ik toch wel even doorgaan. Die witte elite mannen die bepalen wie het mag opschrijven, hoe het opgeschreven moet worden, welke woorden er gebruikt moeten worden. Denk bijvoorbeeld onafhankelijkheidsoorlog of koloniale oorlog. Twee heel verschillende dingen, maar ze worden wel door elkaar gebruikt. Oké. Het geschiedenisverhaal weerspiegelt hun belangstelling, hun perspectieven, hun opvattingen en hun belangen. En het staat altijd in het teken van het behoud en de continuïteit van hun macht, hun positie en hun geweldige individuele en nationale zelfbeeld. Al deze zaken komen in een directe of indirecte manier voor in hun verhalen. En niet alleen in de koloniale geschiedenis, maar ook in andere tijdperken zoals in de oudheid. He? Want dan als ze daarover schrijven, hebben ze ook een perspectief waaruit in naar voren komt dat hun beschaving hoger is dan die van die andere culturen. En dat ze er niet veel van hebben geleerd. Tegelijkertijd deden en doen deze historici alsof zij geen belangen hebben en alsof zij een objectief verhaal vertellen. En toen ze vanaf de 18e eeuw regels en criteria bedachten waaraan hun verhalen moesten voldoen, claimden ze ook wetenschappelijkheid. Maar hoe objectief en wetenschappelijk is een geschiedenisverhaal dat slechts een deel van het verleden weergeeft, dat dit verleden vertekent en dat bepaalde groepen en ontwikkelingen systematisch uitsluit of negatief neerzet? Als we naar het nationale Nederlandse geschiedenisverhaal kijken, dan zien we dat wij zwarten uit de koloniën er niet of nauwelijks in voorkomen. We komen vrijwel alleen voor in aparte geschiedenisverhalen, in monografieën, alsof we geen gezamenlijk verleden hebben. En als we wel in het nationale verhaal voorkomen, worden we vanuit hun superioriteitsperspectief negatief en vertekend neergezet. Kortom, de geschiedschrijving van de witte elite mannen heeft in al zijn wetenschappelijkheid over het algemeen hele grote tekortkomingen. Halverwege de 20e eeuw kwam er een einde aan hun hegemonie. In Nederland gebeurde dit enerzijds door toedoen van haar emanciperende bevolkingsgroepen en anderzijds doordat het land na de Tweede Wereldoorlog een verzorgingsstaat werd die het goed voor had met haar burgers. Zo heel anders dan nu. Iedereen kreeg volop de gelegenheid onderwijs te volgen en dus ook geschiedenisonderwijs. Dit was toen een verplicht vak. Deze emanciperende groepen ontdekten dat zij nauwelijks voorkwamen in het nationale geschiedenisverhaal van hun eigen witte elite mannen. Dus begonnen ze zelf deze geschiedenissen te onderzoeken, te schrijven en te verspreiden. En ze zorgden ervoor dat het werd opgenomen in het nationale geschiedenisverhaal. Twee van deze emanciperende groepen waren de witte arbeiders en de vrouwen. De overheden van de verzorgingsstaat hoorden hun protesten, lazen hun geschiedenissen en namen sociale wetgeving aan, zodat deze groepen het ook beter kregen. En we kunnen stellen dat hun aanwezigheid en hun deelname in het nieuwe nationale geschiedenisverhaal gelijke tred houdt met hun toegang tot goede maatschappelijke posities. De witte elite man had in het geschiedenisbedrijf, in het geschiedenisverhaal en in de samenleving een stapje terug gedaan voor hen. Maar deze ontwikkeling gold niet voor de derde emanciperende groep. En die groep waren wij. De nakomelingen van de slaafgemaakten die vanaf de jaren 60 naar Nederland zijn verhuisd.
Wij komen, zoals gezegd, nog steeds niet integraal voor in het nationale geschiedenisverhaal en in de geschiedeniskanon. Het is nu zo dat niet alleen de eliteschrijvers, maar ook de schrijvers van deze twee geëmancipeerde groepen ons verhaal ook niet integraal meenemen. En ook zij geven ons een gemarginaliseerde plaats. En ook bij hun verhaal lijkt ons verhaal helemaal los te staan. Denk bijvoorbeeld aan het witte feminisme. Hun verhaal staat los van het zwarte feminisme, terwijl beide in de VS zijn ontstaan vanuit de abolitionistische beweging, de beweging voor de afschaffing van de slavernij. Dat is mijn opvatting. De witte vrouwen die hier aan meededen, zagen hoe de zwarte vrouw werd onderdrukt en gingen toen ook nadenken over hun eigen onderdrukking en ertegen strijden. En dit waaide over naar het Verenigd Koninkrijk en kwam zo ook in Nederland terecht bij de burgervrouwen die ontevreden waren met hun positie. En ook inzichten en concepten van zwarte feministen uit onze tijd vonden hun weg naar het witte feminisme, zoals het concept van intersectionaliteit. Maar daar krijgen ze bijna de credits niet voor. En de witte feministen probeerden dat zelfs een tijd geleden te kapen. En ik ga een beetje snel, want ik denk ik heb een heel verhaal te vertellen en ik moet jullie aandacht vasthouden. Intersectionaliteit, dat is een opvatting, oorspronkelijk dat zwarte vrouwen behalve door racisme ook door andere uitsluitingsmechanismen tegelijk kunnen worden getroffen. En dat wordt nu voor alle onderdrukte groepen gebruikt. Wij hebben nog steeds geen gelijke mogelijkheid om mee te schrijven aan het nationale verhaal. Subsidies en opdrachten, zoals jij ze net ook zei, gaan nog steeds vaak aan onze neus voorbij. En uit de statistiek blijkt dat we ook nog steeds een slechtere toegang hebben tot de arbeidsmarkt, onderwijs en andere kanalen waar langs een mens vooruit kan komen. Al zie je ons sinds mei 2020... na de racistische moord op de zwarte George Floyd in Amerika, wel veelvuldig in tv-reclames en series. En ook niet meer alleen als boeven, grappenmakers en walk-ons. Walk-ons, dat zijn langslopende figuren zonder tekst. Maar dit is schone schijn, want wat er op tv gebeurt is geen weerspiegeling van onze maatschappelijke situatie. Er is dus ook bij ons een direct verband tussen toegang tot de geschiedenis en toegang tot de samenleving, maar dan in negatieve zin. Maar wij hebben ons hier niet bij neergelegd. Wij zijn vanaf de jaren 80 individueel en in georganiseerd verband in de grassroots zelf met onze geschiedenis aan de slag te gaan om te kunnen emanciperen. We stelden nieuwe vragen, leverden nieuwe bronnen, perspectieven en interpretaties aan. Maar door onze 400 jaar oude achterstand in ontwikkelingsmogelijkheden en door het huidige racisme zijn we meestal niet in staat zelf grote onderzoeken te doen. Dit deden de witte historici tot het begin van de 21ste eeuw ook niet, de meeste niet. Want zoals ik eerder zei, interesseerde onze geschiedenis hen niet. Maar vanaf het moment dat ze het als verdienmodel ontdekten aan het begin van deze nieuwe eeuw, gingen ze hiermee aan de slag. Net als de journalisten en museumdirecteuren. En ik zou wel heel graag willen weten wat er straks in het panel hierop gezegd wordt. Zij hebben in de concurrentiestrijd met ons een drievoudig voordeel. Hun 400 jaar oude voorsprong in ontwikkelingsmogelijkheden, de bevoordeling door de overheid en het huidige racisme. Door deze ongelijke concurrentiestrijd winnen zij het stevast van ons als het om die subsidies, onderzoeksopdrachten en mooie vetbetaalde banen gaat. Een positief punt hier is nu dat de huidige nieuwe generatie witte historici geen eurocentrisch verhaal meer vertelt zoals hun voorgangers. Ze vertellen ook een integraal verhaal en vanuit ons perspectief met vragen, bronnen, hypotheses en interpretaties die wij vanaf de jaren 80 hadden ontwikkeld, maar niet zelf konden onderzoeken. Dit betekent
dat wij in deze mooie nieuwe ontwikkeling toch niet echt meedoen en dat we aangevers, meestal aangevers zijn geworden in hun geschiedenisproducties en in hun museale producties. Zij vertellen ons verhaal vanuit ons perspectief, maar geven ons de credits er niet voor, voor onze bijdrage, op een enkele uitzondering na. We worden dus opnieuw, maar op een andere manier uitgesloten. Toen de Nederlandse bank aankondigde dat ze haar slavernijverleden zou laten onderzoeken en zou proberen iets goeds te maken met ons, dachten we, tsang. We waren erg blij. Maar wat bleek? Ze liet het onderzoek niet door een zwarte historicus doen en ze stelde ook geen zwarte persoon aan om leiding te geven aan de klankbordgroep die moest bespreken wat gedaan zou kunnen worden aan herstel. Ik vind dat de Nederlandse bank een mooi idee heeft gehad, maar dat ze tekortgeschoten is in de uitvoering. We hadden hen uitgenodigd om mee te doen en om te vertellen en te reflecteren, maar ze wilden niet komen. Shame on them. U ziet, de nationale geschiedenis is een arena, een plek waar heftig wordt gestreden om behoud en toegang. Onze strijd om een plek in het geschiedenisverhaal en daarmee in het geschiedenisbedrijf en in de samenleving kent drie fasen met drie verschillende geschiedenissen. De eerste fase was de geopolitieke decolonisatie in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Dit leverde geschiedenissen op over de strijd op landenniveau tegen de westerse heerschappij. Het bekendste voorbeeld hiervan is op dit moment de strijd van Jeffrey Pondaag, die geloof ik in de zaal zit, en Francisca Patipilohi tegen de historici die onder leiding van professor Gert Oostindi hebben geschreven over de koloniale oorlog in Indonesië, die zij een onafhankelijkheidsoorlog noemen. De tweede fase bestaat uit geestelijke decolonisatie. Dit speelt zich af op individueel niveau en het gaat niet alleen om de geest van de zwarte erfgenamen, om die vrij te maken, maar ook om de geest van de witte erfgenamen. Vooral. En wij zitten midden in deze fase van geestelijke decolonisatie. En de derde fase is de economische decolonisatie. En die moet nog beginnen. Omdat de slavernij, het kolonialisme en racisme verweven zijn met kapitalisme, zal deze strijd gaan, denk ik, en niet alleen, ik heb heel veel voorgangers die dat hebben bedacht, zal deze strijd gaan om de ontmanteling en vernietiging van het kapitalisme. Volgens de Afrikaanse historicus en filosoof Achille Mbembe zal dit niet alleen de zwarte redden, maar ook de witte en de hele planeet. Want kapitalisme is gebaseerd op oneerlijk verdelen, onderdrukken, mensen uitsluiten en een kleine groep rijker te laten worden. Pardon? Wat zegt u? Ja, oké. Goed, dus... Ja, goed. En dan nu iets over mijn boek. Ik heb voor mijn boek niet de jullie houden het nog wel vol, hè? Ja, goed. Ik heb voor mijn boek niet de gebruikelijke recht toe recht aan geschiedenismethode van de witte elite mannen gebruikt, maar de applied history methode. Toegepaste geschiedenismethode. Met deze methode vertel je het geschiedenisverhaal om iets te bereiken in de maatschappij. In mijn geval heb ik de feiten van de geschiedenis gebruikt om bij te dragen aan de strijd tegen racisme en kapitalisme. En ik ben ook een beetje geïnspireerd door het boek van Gloria Wekker over het cultureel archief, White Innocence. Omdat het bij deze methode dus niet alleen om een kennisdoel gaat, maar ook om een maatschappelijk doel, is het in Nederland omstreden. De gevestigde historici vinden het niet wetenschappelijk, omdat uit de toepassing het belang van de historicus zou blijken. Dit belang zou volgens hen de wetenschappelijkheid aantasten. Ik vind dit behoorlijk hypocriet, want zoals ik jullie net vertelde, hebben zij ook een belang. Ze verdoezelen het alleen maar.
Bovendien is hun aantijging van onwetenschappelijkheid helemaal niet waar, want de historicus moet bij deze methode net zo wetenschappelijk te werk gaan als bij de recht toe recht aan methode. Alles moet met verifieerbare bronnen bewezen worden en het betoog moet logisch opgebouwd zijn. En dat is ook wat ik heb gedaan. Deze methode is ook gangbaar in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Het werd in 1909 bedacht door een witte man, ene Benjamin Shambaugh. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Ik heb naast deze methode ook gebruik gemaakt van verschillende vertelgenres. Het geheel is een associatieve mengeling geworden van historische en maatschappelijke feiten, maatschappijkritiek, theorieën, observaties en persoonlijke ervaringen. En ik leg een aantal witte en zwarte prominente figuren aan de racisme-meetlat, zoals Sunny Bergman en Noralie Beyer. En ik heb hier en daar onze ervaringen vergeleken met de Joodse en de zwarte Amerikaanse ervaringen. Verder heb ik een oordeel geveld over de slavenhouders en de andere belanghebbenden. En ik stel in mijn boek dat zij misdadigers waren, want ze hebben bijna onze uitroeiing veroorzaakt in Suriname en de Nederlandse Antillen. En hiermee ga ik lijnrecht in tegen de gevestigde historici die vinden dat wij geen oordeel mogen vellen omdat dit anachronistisch zou zijn. Maar deze historici meten met twee maten, want zij oordelen ook. Zij beweren immers dat het wel meeviel met de wreedheid van de slavenhouders. En ze beweren ook dat die slavenhouders hun gezond verstand gebruikten. En ik zal aan de hand van demografische cijfers die zij zelf rondstrooien, heb ik laten zien dat hun opvattingen verdraaiingen van de werkelijkheid zijn. En zij mogen stevast in de kranten ieder jaar, eigenlijk dit jaar voor het eerst niet meer, op 1 juli. Hebben jullie iets gelezen over Piet Emmer die weer zijn verhaal vertelde? Op 1 juli? Rond 1 juli? Rond 1 juli? Zijn jullie iets van Piet Emmer, Gert Oostindie tegengekomen? John Jansen van Galen? Oh, dan verandert er toch wat. Oh ja. Wat zeg je? De uitspraak van Piet Emmer, dat het net hetzelfde was als de Economy Classic. Ja, dat... Ja, precies, dat de slaafgemaakten in die volgepropte schepen net zoveel ruimte hadden als de toeristen in die economy class vlogen in de... Ja, nou, het zal hopelijk daarmee voorbij zijn. Maar goed, dan nu een heel serieus verhaal, dus nog eventjes, want het is voor mij toch heel belangrijk. Oké, volgens hun gangbare schattingen waren er 350.000 gedeporteerden, slaafgemaakten naar Suriname gebracht. En hiervan waren er volgens tellingen op 1 juli 1863 nog maar 49.911 over. Dit is een bevolkingsafname van 85,7%. En in de Nederlandse Antillen waren er naar schatting 204.336 Afrikanen afgevoerd. En hiervan waren er nog maar 11.634 over. Dat is een afname van 90%. Deze afname was over een periode van 250 jaar. En bij deze cijfers is niet in aanmerking genomen dat er ook nieuwe baby's waren geboren. De bevolkingsafname moet dus hierdoor nog groter zijn geweest. In de VS echter was de zwarte bevolking in dezelfde periode met 93% toegenomen en in Nederland met 93,49%. De Nederlandse slavernij verschilde dus van de Amerikaanse slavernij in wreedaardige oversterfte. En ik vind dat onze slavernij ook een genocidale slavernij was. Want hoewel de eigenaren niet op uitroeiing uit waren, maar op uitbuiten, is het resultaat hetzelfde geweest. Onze voorouders werden gedecimeerd. We kunnen dus spreken van een vertraagde genocide. Een genocide op termijn. Ik stel in mijn boek verder dat racisme een keuze is en een perceptiefout van de witte over de zwarten en zichzelf. Hun racisme
is een psychische aandoening die via het cultureel archief van Gloria Wekker in de hersens wordt opgeslagen en desgewenst wordt gereproduceerd als kant-en-klaar racistisch handelen of als goed doordacht en weloverwogen handelen. Ik spreek ook van het racistisch brein en ik bestrijd dat er nu ook in deze tijd tenminste sprake is van onbewust racisme. Dit zeg ik tegen de coördinator. Ik spreek niet alleen de verschillende vormen van racisme, maar ik laat ook zien hoe ze werken in de media, in het slavernijgeschiedenisbedrijf en bij de overheid en haar adviesorganen zoals de WRR. Mijn focus ligt in dit boek, ik heb een keuze moeten maken, op het racisme van de overheid tegen ons en onze organisaties. Ik laat zien hoe zij onze organisatie stuurt via subsidies, opdrachten, mannetjesmakerij, inkapseling en een verdeel- en heersmethode, waardoor onze organisaties het loodje leggen, vleugellam raken of irrelevant worden zoals het NINSE, ons kennisinstituut, dat in 2002 was opgericht. En ik laat ook zien hoe sommige van onze landelijke organisaties, onze zwarte organisaties, het de overheid makkelijk maken door hun autocratische en gewichtig doenerige leiderschap. Ik heb het dus niet over de kleine grassroots organisaties, maar de landelijke. De rol van de zwarte bij de instandhouding van racisme bespreek ik ook. Een van de vormen van racisme waar nu heel veel over te doen is, is institutioneel racisme. Dit is de meest ongrijpbare vorm van racisme en tegelijk ook de meest ingrijpende. Het is moeilijk te bewijzen en te bestrijden. Dit komt omdat het verborgen gaat onder formele en informele structuren die naar hun aard een neutraal aanzien hebben. Deze structuren kunnen bestaan uit regels, maatregelen, criteria, gewoontes, bedrijfsculturen, bedrijfsopvattingen en interpretaties. Door dit neutrale aanzien wordt het racisme pas duidelijk door de uitwerking die deze structuren hebben. Wie wordt daar benadeeld? Wie wordt daar bevoordeeld? Als dit terug te voeren is tot groepen die naar huidskleur of andere groepskenmerken zijn te onderscheiden, is er sprake van institutioneel racisme en discriminatie. Een ander probleem met institutioneel racisme is dat het wordt voorgesteld als iets onpersoonlijks en abstract. Dit maakt dat individuen zich niet aangesproken of verantwoordelijk voelen, noch individueel verantwoordelijk worden gehouden. Regels zijn regels en die volgen ze alleen maar op. Maar dit klopt niet, want het gaat wel degelijk om individuele verantwoordelijkheid. De regels en structuren die worden bedacht zijn immers de optelsom en de neerslag van het denken en doen van individuen. Individuen bedenken de structuren en operationaliseren die vervolgens, dus op twee niveaus. In beide fasen hebben individuen dus een persoonlijke verantwoordelijkheid en ze moeten gebruik maken van hun moraliteit. Het kindertoeslagenschandaal bij de Belastingdienst laat goed zien hoe institutioneel racisme en individueel racisme elkaar overlappen en aanvullen. Hier hebben we enerzijds de racistische structuur die de individuen hebben aangebracht en anderzijds het persoonlijke racisme van de ambtenaren die de regels uitvoeren en die zich ook racistisch uiten. Deze ambtenaren kunnen hun persoonlijke racisme onder dekking van de racistische structuur botvieren. Ik zal nu maar even ophouden. Ik wil alleen nog maar zeggen dat ik vind dat alle witte erfgenamen schuld dragen aan de slavernij en haar erfenissen, omdat ze nog steeds profiteren van de bevoordeling die dit heeft voortgebracht, de bevoordelende structuur. Maar ik kan er verder niet op ingaan, maar het staat wel in mijn boek. En ik hoop dat jullie mijn boek kopen. Dat is namelijk niet alleen leuk voor de uitgever vooral, maar ook voor mij, maar eigenlijk voor ons allemaal. Want daarmee geven de boodschap af, want mensen, uitgevers denken namelijk dat zwarte schrijvers niet verkopen.
En ze denken ook dat zwarte mensen niet lezen. Dat is een vooroordeel dat echt nog steeds bestaat. En dan wou ik eindigen, na dit hele serieuze verhaal, met een kwinkslag. En misschien valt dat verkeerd, maar kennen jullie die grap van Chris Rock? Die zwarte Amerikaanse comedian? Oh, die kennen jullie, dus hoef ik hem niet te vertellen. Wilt u hem vertellen? Ja? Nou, Chris Rock zei, als je iets geheim wil houden voor zwarte mensen, dan moet je het in een boek opschrijven. Flauw, hè? Dankjewel, dankjewel. Dankjewel, Patricia. Ja, Patricia, kom, is mijn microfoon weer open? Ja, kom er lekker bij zitten. Mooi verhaal, stevig verhaal hier en daar. Goed, dat zet de toon, dat mag, daarvoor zijn we hier. Ik wil het eerste panel erbij roepen, panel van historici. Wat er tot nu toe is gebeurd, of wat er tot nu toe gebeurt en wat er nog moet gebeuren om ervoor te zorgen dat iedereen zich herkent en onderdeel voelt van de Nederlandse geschiedenis. Daar gaat dit eerste panel over. Hoe inclusief is dat geschiedenisbedrijf? Drie historici roep ik graag naar voren. Marjolein van Pagé, kom erbij zitten. Mag je naast Patricia plaatsnemen. Welkom, Marjolein. Matthias van Rossum, kom erbij. En Antia Wiersma. En dan vertel ik zo wie jullie zijn. Welkom, welkom. We spreken af dat we heel stevig en goed in de microfoon spreken. Marjolein, ik zeg het al, jij maakt onderdeel uit van de historici. Jouw specialisme is de koloniale geschiedenis in Indonesië. Matthias, je bent senior onderzoeker van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. En Antia Wiersma, ook historicus en directeur van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap. En dat gaan we afkorten vanavond, het KNHG. Welkom allemaal. Ik wil even doorpraten met Patricia. Want Patricia, het is dus 3 jaar geleden dat er ook zo'n setting was. Jij had een speech, je had een paar panelleden en het ging over hetzelfde onderwerp. Hoe kijk je op dat gesprek terug? Nee, hij is al aan, maar je moet hem gewoon zo houden. Is hij al aan? Ja? Ja. Hoe kijk ik daarop terug? Ja, niet heel. Het was een heel goed. Mijn lijn had het heel goed georganiseerd en iedereen had heel goed meegedaan. Dat was wel prettig. En ja, het was wel een goed debat geweest. En ik denk dat daarom andere mensen die wij ook hadden uitgenodigd, angst hadden om te komen deze tweede keer. Daarom ben ik ook zo ontzettend blij dat jullie wel komen. Omdat jullie dan hiermee toch wel een beetje laten zien, nou, van goede wil te zijn, denk ik. En voor de goede orde, je hebt een hele grote stem, zo niet de bepalende stem gehad in wie de panelleden zouden zijn vanavond. Dus het is echt jouw feestje. De vraag is, Patricia, is er in die 3 jaar wat jou betreft iets veranderd aan de situatie? Nou, niet echt zoals ik het ze net ook vertelde. Het neemt gewoon een andere vorm aan. Want ik heb bijvoorbeeld Marjolein ook ongelooflijk veel moeite hebben we om onze boeken uit te geven. En ik ben blij dat de uitgever, ik geloof dat ik je daar zie zitten, hè? Ties Verloren van uitgeverij Verloren in Hilversum, die heeft mij gewoon alle ruimte gegeven, weet je, terwijl anderen dat niet doen. En het is toch 2 jaar strijd aan vooraf gegaan. Ja. Dus dat mogen we noemen een positieve ontwikkeling, dat er een uitgeverij is die jouw boek uitgeeft. Kun je nog iets goeds noemen, Patricia? U bent een beetje te rumoerig. Ja, Patricia, kun je nog een positieve ontwikkeling noemen? Nou, er is wel verandering. Het wordt wel wat inclusiever, maar het gaat niet echt heel hard. En ik denk, wat ik geen positieve ontwikkeling vind, is hoe de overheid met ons omgaat. Even specificeren graag wat je daarmee bedoelt. Nou, als ik kijk naar de overheid is zich op dit moment heel erg met onze organisaties aan het bemoeien en ons aan het inkapselen. En ze stuurt mensen, mannetjesmakerij, waar, en ze in plaats van gewoon wetgeving te maken
die een einde maakt aan onze achterstelling, bijvoorbeeld via positieve actie. Positieve actie is niet iets om ons te bevoordelen, maar om juist iets gelijk te trekken op basis van gelijke geschiktheid. Ja. Dat doet de overheid niet. En ze doen alsof positieve actie witte mannen discrimineert, terwijl ze iets recht proberen te trekken. Dat doet de overheid niet. In plaats daarvan gaat de overheid allemaal adviescolleges hier, commissie daar, viering zus en zo organiseren. En dan stelt ze mensen aan, zwarte mensen, die alleen maar zwart zijn als er een job valt te vinden en geld te verdienen en status te krijgen. En die mensen gaan niet tot het gaatje, weet je. Dus dan doen ze precies wat de overheid wil. En dat is vanaf dag één, vanaf de jaren 80. Eén stap voorwaarts, twee stappen achteruit, is individuele mensen, ja. Zoals bijvoorbeeld van Tyler Museum, Matthias, al die mensen, die doen wel hun best, maar die structuur verandert niet echt. En daarom denk daarover gaat het vandaag. Ja. Marjolein, Patricia legt uit dat ze heel vaak te horen krijgt dat haar manier van geschiedschrijving niet neutraal is. Alsof zoiets bestaat. Maak je dat ook mee? Ja, ik maak dat ook mee. Maar ja, eerst wil ik ook even zeggen dat ik het proces van dichtbij heb meegemaakt, hoe dit boek tot stand is gekomen. En ik heb het, als ik het meemaak, dan ben ik natuurlijk nog steeds die witte persoon die, als ik mijn mond niet opentrek, er doorheen kom. En wat ik volgens mij Patricia Gomez steeds probeert duidelijk te maken, is dat er naast dus wat je zegt, wat je te zeggen hebt, dat het in combinatie gaat met dat beleid van racisme, wat dus ja, samenhangt met dat 350 jaar of 500-jarige koloniale systeem, het kapitalistische wereldsysteem, wat in racisme ingebed is. Dus dat wil ik even heel duidelijk zeggen, dat als ik dingen meemaak, dan is dat om wat ik zeg en niet meer dan dat. En niet omdat jij het zegt. Natuurlijk. En dus Patricia heeft twee punten achter wat dat betreft. En dat is dus heel belangrijk om steeds beseffen. Dat wat ik merk. Dus wat zegt dat? Wat ik merk in Nederland is beide instituten die dus of beleid maken of bijvoorbeeld publiceren, dus de media, maar ook uitgeverijen, kranten, noem het allemaal maar op. Dat er gedaan wordt van, het is een verleden en dat ebt nog een beetje na, maar we zijn eigenlijk al op een goede weg, op een goed pad en we doen ons best. Terwijl is dan genoeg, volgens wat moeten we meer doen ons best? Maar ik denk dat we eigenlijk nog veel meer toe moeten naar het besef, en dat is geen leuk besef, dat het kapitalistische systeem bestaat nog steeds. En dat gaat niet alleen over ideeën in ons hoofd die we van ons af zullen moeten werpen, maar ook over beleid. En dat is wat het boek van Patricia heel goed laat zien, vind ik. Ja. Dat het keihard beleid is. Het zijn niet zomaar ideeën. Het is gekoppeld aan beleid. Aan beleid. Plannen. Ja. Ja. Matthias, Antia kom ik zo ook bij. Zelfde vraag. Matthias, hoe heb jij geluisterd naar de lezing? Want hier en daar ben je toch een beetje de pispaal in het verhaal. Nee, of niet? Nee, zo voelt dat niet. Oh, gelukkig, ja. Hoe dan wel? Wat heb je wel meegekregen ervan? Het is een stevig verhaal en zo ken ik Patricia ook. Dus dat is denk ik ook heel, heel goed. Ik denk dat het echt nu het moment is om... er zijn dingen aan het openbreken, maar dat gaat echt nog niet ver genoeg. Dus ik denk dat heel belangrijk is. Dus dat verhaal mag ook echt wel stevig. Mag het nog steviger dan het was? Op een aantal vlakken is het echt wel tijd om het verhaal heel stevig neer te zetten, denk ik. En wat ik hier heel erg op meeneem is ik vind een aantal van de dingen die ze zegt ook heel herkenbaar. Als ik kijk naar Nederland vanuit de wetenschappelijke wereld, hè, dus waar ik het meeste van weet, dan denk ik dat die marginalisering van perspectieven, bepaalde andere perspectieven, die Patricia heel goed naar voren brengt, heel lang heel actief proces is geweest. Hè? Dus Piet Emmer viel net.
Een van de kennismaking met Patricia voor mij was haar artikel in Tijdschrift voor Geschiedenis uit 2011, denk ik, over hoe in kranten omgegaan wordt met het slavernijverleden. Volgens mij is dat een goed artikel. Wetenschappelijk volledig volgens de procedures. Dus goed onderlegd. En dat is volgens heel mij de neutraal enige... ook, denk ik dan? Nee, want dat is dus niet hetzelfde. Nee. Wat iets wetenschappelijk en dus verantwoord maakt... is de procedure waarlangs we tot kennis komen. En dat is niet hetzelfde als neutraal. Die neutraliteit wil ik... Want je gaat een beetje lang door. Dat doen. Sorry, ja, ik zal het heel kort houden. Maar wat denk ik heel belangrijk is... is wat daarna na dat artikel gebeurde. Hè. Dus Tijdschrift voor Geschiedenis liet een reactie toe van Piet Emmer... die volstrekt niet onderbouwd was. Geen enkele wetenschappelijke procedures... En dat mocht wel. En dat mocht, ja. En daarin werd ze heel hard, denk ik, niet helemaal terecht aangevallen. En die processen... daar zijn we nu waarschijnlijk nog niet volledig vrij van. Maar die hebben wel de geschiedschrijving van het slavernijverleden heel lang ook bepaald. Precies. Ik denk dat dat iets is wat wel benoemd mag en moet worden. Oké, ik wil even, naar Antia, want anders is de avond voorbij. Nee, zeker, sorry. Ja, Antia, ook aan jou de vraag. Hoe heb je gekeken, geluisterd, hoe onderga je dat? Want jij bent van het genootschap, dus het gaat heel erg over jouw werk in ieder geval. Ja, nou, ik weet niet zozeer of het over mijn werk gaat. Daar kan ik zo meteen nog wat over zeggen. Wat ik heel mooi vind aan de manier waarop Patricia hele ongemakkelijke waarheden vertelt... is dat ze toch nog heel aardig en vriendelijk blijft. Ook al is het heel duidelijk bij vlagen wat ze zegt. En ik denk dat een kwaliteit is... waardoor mensen het ook misschien wel willen horen. Want daar zit natuurlijk een groot verschil. Dus ze houdt rekening met de tere ziel? Ja, misschien houdt ze toch nog wel een beetje rekening... met de tere ziel van deze NG. Ja. Moet dat wel, Patricia? Nee. Microfoon. Ja. Witte mensen hebben deze ellende veroorzaakt, het racisme. En witte mensen moeten meewerken om het, hebben de verantwoordelijkheid om het te eindigen. En ook wij natuurlijk ook. Dus het heeft geen zin om. Ik wil liever bondgenoten hebben. En ik ken ook heel veel lieve witte mensen. Ja, maar daar gaat het toch. We hebben het over de systemen. He? Ja, we hebben het over de systemen. Dus ja. Antia, jij bent dus van dat genootschap. Het is jullie taak, misschien niet jouw persoonlijke taak... maar wel jullie taak om ondersteuning te bieden aan historici... in hun professionele ontwikkeling. Wat kan het KNHG nou bijdragen aan een inclusievere... geschiedenisbedrijf? Ja, we zijn een vereniging. Een genootschap is een vereniging. Ja. Dus we hebben leden. Maar jullie zijn koninklijk en jullie zijn Nederlands. Dus het is wel een beetje chic. Ja. Ja. En dat past weer in die hele 19e eeuw die Patricia beschrijft. Juist. Wat wij doen is een aantal dingen. En één daarvan is bijvoorbeeld een congres organiseren over dit onderwerp. We hebben in 2019 een groot congres hierover georganiseerd. Hebben we met 150 mensen in totaal hierover gesproken. Juist deze onderwerpen agenderen, niet alleen door hier met z'n allen in de balie te zitten... maar ook onder vakgenoten te bespreken, is heel belangrijk. Helaas was ik er zelf niet bij, maar we organiseren eens in de twee jaar de historici dagen. En in 2019 heeft Patricia een sessie geïnitieerd over de Color Line in het historisch bedrijf. Nou, kan jullie vertellen, het was de meest besproken en best bezochte sessie van het hele congres. Ik zat helaas in de organisatie en moest iets anders doen, dus ik heb het niet meegemaakt. Maar en nou, ja, was alles echt jammer. Opnemen. Ja. Maar om maar even aan te geven dat wij heel graag... dat podium willen bieden en dat ook bieden daar waar wij kunnen. Dus dat is heel belangrijk. Ja, daar waar wij kunnen? Nou ja, weet je, soms... We hadden nu een congres over het rampjaar 1672. Ja. Daar komt is slavernij echt genoemd als onderwerp... maar daar gingen geen sessies of zo over. Dus dan is het een wat verder af onderwerp...
Maar daar waar we echt de ruimte hebben om een heel congres of sessies toe te laten, dan sporen wij juist mensen daartoe aan. Om dat te maar een zwarte historicus kan toch ook meepraten over dingen die niet per definitie over die slavernijperiode... Oh ja, maar ja, absoluut. En dat moeten ze ook vooral doen. Als ze gespecialiseerd waren in 1672, ja, ja. Hadden ze zich zeker kunnen aanmelden. Dus wat doen jullie concreet dan? Want nu noem je een congres van wat zeg je, 2 jaar geleden? Het zal wel 3 jaar inmiddels zijn. Corona zat ertussen. Wat concreet? Hoe kan het... Want dat is de vraag vanavond. Wie schrijft er mee aan die koloniale geschiedenis? En welk hoofdstuk schrijft wie? Hoe denken jullie daarover? Nou, we hebben een heel divers bestuur. Met allerlei diversiteiten. Dat vinden we heel belangrijk, om al die stemmen ook in het bestuur vertegenwoordigd te hebben. Als vereniging heb je een bestuur en het bestuur zet de grote lijnen uit. En wij van het bureau voeren die uit. En ja, dat is een wisselwerking natuurlijk. Dus we hebben een heel divers bestuur. Dat is denk ik heel belangrijk, zodat je die stemmen ook in je bestuur haalt. En niet alleen maar de witte stem in het bestuur hebt. Ik zou heel graag meer leden van kleur willen hebben. Helaas. Je kunt ze niet vinden. Nou, we zoeken ze absoluut. We bieden ook bijvoorbeeld stageplekken aan. En daar werven we ook heel expliciet bij studentenverenigingen van Antilliaanse of Surinaamse studenten. Maar ja, die gaan, en dat snap ik ook wel weer, liever bijvoorbeeld naar de Black Archives. Ja. Om daar waarom zou dat zijn? Nou, ik denk omdat wij toch veel breder zijn. En niet alleen op dat hele specifieke onderwerp. Ja. Marjolein, ik stak je hand op, maar ik heb eerst een vraag aan je. Wat heb jij nou nodig, professioneel, om gewoon het werk te kunnen doen wat jij wil doen? En dat het ook beschikbaar is voor ons allemaal, dat we weten dat het er is, dat je aan een tafel zit ergens om erover te praten, dat soort zaken. Wat heb je daarvoor nodig? Ja, mag ik toch heel even inhaken, omdat ik anders kwijt ben wat ik wou zeggen. Omdat dit voor mijn gevoel precies is wat ik net probeerde te zeggen. Dat wat ik zie in Nederland is dat instituten worstelen met dat er gekeken wordt naar hun, naar ons, naar witte mensen, instituten. En dat er dan eigenlijk gelijk allerlei voorbeelden worden aangedragen van hoe goed we bezig zijn. Terwijl ik denk, laten we eerst eens even stilstaan bij de constatering dat het niet goed is. Ik bedoel, in 2019, het congres in Groningen, dat ging over inclusieve geschiedenis, zoiets. Dat was het thema. Patricia was volgens mij de enige zwarte vrouw, in ieder geval, op dat congres. Nancy Jouwe was er nog, maar ik bedoel, vanuit jouw achtergrond was jij de enige zeg maar Surinaamse vrouw historicus. En dan gaat het over inclusiviteit. En dan zeggen eigenlijk al die mensen tijdens dat seminar, tijdens dat congres, zeggen, wij doen echt ons best en we doen aan diversiteit en meerstemmigheid. Maar het hele punt is niet, ik bedoel, je kan nog zoveel, ik ben echt tegen meerstemmigheid en ik kan het woord diversiteit niet meer horen. Ik ook niet. Omdat het gewoon in de praktijk er niet, het werkt niet en het gaat dus ook niet dus daarover. Hoe moet het wel? Jij hebt erover nagedacht. Hoe moet het wel? Ja, ten eerste, eerst erkennen dat dit probleem in Nederland er is. Dat Nederland, ik zal het maar bot zeggen, een racistisch, conservatief land is. Wij zijn niet progressief. Wat wij altijd gezegd hebben. En mensen worden heel vaak als je dat zo hard zegt, dan is het ineens een radicaal of stevig verhaal. Maar ik denk, als we daar niet kunnen beginnen, gewoon met de werkelijkheid onder ogen zien, dan houden we onszelf volgens mij gewoon voor de gek. En daar heeft niemand wat aan. Maar je weet net zo goed als iedereen in deze zaal dat dat nou net het probleem is. Dat we dat niet willen weten van onszelf. Oké, ik heb nog steeds geen... Je hebt heel goede dingen gezegd, maar ik wil toch weten. Dus ik stel hem nu aan Patricia. Met je microfoon in je hand, alsjeblieft, Patrice. Wat heb je nou nodig? Wat wil je van je peers en van de instituten en van de samenleving om jouw werk naar behoren te kunnen doen? Wat heb je daarvoor nodig?
Hun racisme afleren. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Ik kan niet iets anders bedenken. Want dat ze op dezelfde manier waarop ze het werk van de witte mensen bijvoorbeeld benaderen, dat ze op dezelfde manier met mij omgaan. Als ik namelijk een woord bedenk, ik noem maar iets, dan wordt er meteen gezegd, oh, jij kan geen Nederlands spreken, maar ik ben gewoon creatief geweest en ik heb een woord bedacht, weet je, om maar iets te noemen. Mm-hmm. Maar er moet me ook iets anders van het hart, want het systeem is zo ontzettend geraffineerd en zelfs nu, vanavond, merk ik ook, zwarte mensen willen daar niet meedoen. Zelfs nu, bij ons ook. We hebben zwarte mensen uitgenodigd die iets over onderwijs konden vertellen en zo. Ze komen ook niet, omdat ze gewoon... Ja, ik weet het niet, misschien... Wat? Geïntimideerd wordt er geroepen in de zaal. Ze kunnen moe zijn van het verhaal aan de ene kant. Aan de andere kant zijn ze opportunistisch. Want ze denken, ik ga niet meedoen met dat mens. Want die is zo radicaal met alles. En dat komt dan ook op mij. Op je cv. Gaat ook op mij af en dergelijke. Dus ik denk ook, zwarte mensen zitten ook heel erg ingebakken in het systeem. Omdat je alleen op die manier vooruit komt. Dus het is een hele moeilijke vraag die jij stelt. Ja, ja, daarom hebben ze me ook gebeld om die moeilijke vraag te stellen. Ja. Matthias, Ik bedoel, ik kan niet meer antwoorden. Kunnen we dat gewoon eerlijk zeggen? Sorry? Het is toch allemaal een gesloten bolwerk, dat geschiedenisbedrijf in Nederland. In sommige opzichten denk ik wel. Nee, gewoon ja of nee. Ja. Nou, gesloten niet, maar is het open genoeg? Nee. Nee. Ja. Waar is de kier? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er één... Daarom bellen ze mij. Ja, dat is... Eén, er is zeg maar vanuit de wetenschap... maar dus ook denk ik vanuit de samenleving... toch een te weinig open benadering van hoe kennisvorming plaats kan vinden. Dus wat een soort van valide kennis is. En daar is dan, als je aan een wetenschappelijk instituut verbonden bent, dan zal het wel goed zijn. Als je buiten academisch tot kennis komt, wat soms op dezelfde manier kan dus. Hè, wat niet soms, maar het kan dus op dezelfde manier. Het gaat om de manier waarop we tot kennis komen, is die volgens een ja, maar dat zijn toch drog dingen allemaal, joh. Of niet? Nee, maar en ik denk dat dat speelt echt mee. He, dus, ja, als je het lang genoeg roept, dan geloof je het natuurlijk. Volgens mij gaat het er gewoon om precies te schrijven binnen de kaders van de academici wat men wil horen. En ook als ik braaf zou schrijven, wat volgens de academische regels, zouden ze nog niet accepteren wat ik wil. Nee, maar dat is precies wat ik probeer te zeggen. Ja, dus omdat Marjolein, jij niet in zijn bolwerk thuis hoort. Nee. Ik bedoel, ik heb die had het net over een kier en een deur, maar ik heb ook dichte deuren, keiharde dichte deuren ben ik tegengekomen. En dat is niet, dat heeft niks te maken met of je kennis hebt vergaard buiten die wetenschappelijke wereld. Maar volgens mij veel meer om wat je te zeggen hebt, dat wordt gewoon niet gepruimd. En wat jij te zeggen hebt is, het was bar en boos daar, die koloniale geschiedenis in Indonesië. Niet was. En Nederland is een racistisch land. Is, ja. Dat is wat jij zegt. Precies. Er is dus precies te weinig oog voor goede kennis van buiten de wetenschap. He, dus van buiten de gevestigde instituties. Mm-hmm. Dus ik denk dat een heel belangrijk punt is. En vervolgens het tweede punt. En bijvoorbeeld Ewald van Vught heeft al bijna decennia een heel belangrijk boek, waarin enorme kritiek wordt gegeven, een heel kritisch perspectief op Nederlands koloniale verleden. Dat zo lang heeft geduurd om door te breken in het publieke domein, dat boek. Ik kan daar nog steeds. Ik begrijp dat nog steeds niet helemaal. Nee, en wat ik niet begrijp, maar ik ben ook geen historicus. Ik begrijp niet dat daar twee historici zitten die kennelijk niet passen in, ik noem het maar even oneerbiedig, het clubje waar jij toevallig dan weer wel onderdeel van uitmaakt. Nou, wat is dat? Ja, waarom? Ze hebben toch ook gestudeerd? Ja, nee, maar precies. En vervolgens dus één, erkennen dat blijkbaar in zowel wetenschappelijk debat als in maatschappelijk debat, die labeling, ben je wetenschappelijk of niet? Maar wie labelt? Wie? Dat gebeurt zowel in wetenschappelijke debat als in de samenleving blijkbaar. Maar goed, de toegang tot die wetenschap, die is vervolgens bezaaid met hobbels. Deels vanuit inhoud ingegeven. Je moet een dokterstitel, dus dat is al een behoorlijke hobbel.
Maar deels denk ik dat we kunnen stellen dat het niet, die processen niet open genoeg zijn. Want als je kijkt naar het eindresultaat, zijn de universiteiten en zijn onderzoeksinstellingen divers genoeg. Dat is... En als ik je zo hoor, dan hou ik mijn hart vast. Want dan kunnen je op je hoofd gaan staan, jullie twee. Maar dan wordt het hem niet, Patricia. Ik sta ook vaak op mijn hoofd. Microfoon. Microfoon! Oh, sorry. Ja, nee, je hebt gelijk. Het wordt hem niet. Dus, wat doen we hier nou vanavond? Nou, ik vind misschien dat... weet de psychologen dat. Ja, daar komen we zo op. Maar ik... In deze deur is ook de kier hier is door Patricia opengewrikt. Ja. Zodat we hier toch dit debat kunnen hebben. Ja. Maar dit zou niet zo snel, volgens mij, niet zo snel plaatsvinden als Patricia niet zelf op die deur heeft staan kloppen. Staat beus te beuken. Twee keer achter elkaar. Dus ja, de tweede keer dat we dit doen. Ja, ja. Antia, help ons. Want ik denk, we komen er wel uit vanavond. Maar ik ben even in een diep moeras gezakt. Hoe zit dat voor jou? Ja, ik weet niet of ik je uit de moeras kan krijgen. Maar ik ga mijn best doen. Ik vind het een hele lastige. Ik bedoel, Marjolein zegt, we moeten beginnen met erkennen. Ik denk dat dat een uitgangspositie is. Ik had hier niet gezeten, dat wil ik echt even benadrukken. Ik had hier niet gezeten en het KNG had hier... Want ik zit hier niet als Antia, maar als vertegenwoordiger van het KNG. Mm-hmm. Als ik niet daar ook van overtuigd was en als ik niet die mening zeg had gedaan... Oké, zeg het. Dat we een racistisch land zijn, dat wil je horen. Ja, ik wil het uit jouw mond horen. Ik denk dat we echt tot diep in onze haarvaten racistisch zijn, ja. Oké. En dan niet alleen met de Belastingdienst, maar ook in inderdaad wat je zegt in hoe we kijken naar kennisproductie en wat we ervan vinden. Ja. En ja, dat doen wij tot op zekere hoogte aan mee, want wij geven ook een wetenschappelijk tijdschrift uit en ook op die manier volgens die regels. Maar tegelijkertijd, ik zit bij de redactievergaderingen, weet ik ook dat als er een peer review is, dat niet één op één overgenomen wordt. Daar wordt over gesproken en dan wordt gezegd, ja, dat zegt die wetenschapper wel, maar, en dan worden er allerlei argumenten binnen en buiten de wetenschap aangehaald, of het onderwerp is belangrijk, of het is iemand waarvan we denken, ja, die is een belangrijke stem, die willen we laten horen. Dus zo ontzettend zwart-wit is het dan ook weer niet. En ik denk dat dat wel belangrijk is. Het is alleen niet zichtbaar. Heel veel... Nee, nu nog niet. Want u had geen microfoon en dan hoorden de mensen thuis het niet. En de mensen in de zaal ook niet. Maar u mag zo. Dus ik denk dat heel veel van wat er gebeurt nog helemaal niet zichtbaar is. En ik denk dat we dat ons ook aan moeten trekken. Ja. Het is wel zichtbaar, denk ik, op het moment dat je aan die andere kant van die deur staat en van die muur staat. Dan is het namelijk wel heel zwart-wit als je niet mee mag doen en niet nooit meer gevraagd wordt. Terwijl je wel de expertise in huis hebt. Dan is het heel zwart-wit. Maar mensen in instanties denken dat het vaag is en dat we toch al wel goede dingen aan het doen zijn. En dat vind ik een gevaarlijke gedachte, omdat dat dus weer verzachting en verdoezeling is van het probleem dat heel crystal clear, heel duidelijk is. Ja. Want wat je krijgt is een ontwikkeling die we volgens mij al zien. Dat de mensen als Patricia en Marjolein buiten de deuren, zal ik het maar even zeggen, al staan die op een hele kleine kier, toch hun eigen ding gaan doen op grassroots niveau of weet ik veel op hun Facebookpagina. Interesseert me niet waar ze dat doen. Maar dat je allemaal kleine instantietjes krijgt die de geschiedenis van de Nederlandse koloniale verleden gaan vertellen. Wat zegt u? Nee, natuurlijk is het niet goed. Nee. Ik ben aan het woord, meneer. Ik kom... Bent u de moderator? Oké. Het is helder. U haalt me helemaal uit mijn flow. Dus dat is ook een beetje onbeleefd. Wat ik aan het zeggen was, er ontstaan dus nu allerlei platforms. Desnoods op mensen hun Facebook. En daar gaan we dan geschiedenis bedrijven. Dat is toch onwenselijk, Antia? Ja en nee. Ja en nee. Ja, ik denk dat het heel goed is dat er heel veel platforms zijn waar geschiedenis bedreven wordt. Voor de hobby, snap ik wat je zegt. Maar als het gaat om, wij gaan de geschiedenis van Nederland
op een inclusieve, completere manier schrijven. Mm-hmm. Willen we dat dan, dat hier een plukje zit en daar zit een plukje en bij jullie achter de deuren zit het plukje? Is dat wat we willen? Wat jij wil horen is dat ik ga zeggen, en dat ga ik nu ook zeggen, dat we voor het nationale verhaal een inclusief verhaal moeten vertellen met alle stemmen. Dat ben ik helemaal met je eens. Alleen, ik geloof zelf niet in het nationale verhaal. Maar zoals we het verhaal nu vertellen, is natuurlijk helemaal niet compleet. Nee, klopt. En daar mist heel veel in dat verhaal. En waarom geloof je dan niet in een completering van dat verhaal vertellen? Ik geloof wel in de completering van een verhaal. Sterker nog, ik denk dat we al die verhalen moeten vertellen en al die verschillende verhalen vertellen samen een heel groot verhaal. Ik denk alleen, en dan moet ik ook even in de historiografie, dat het verhaal, het nationale verhaal, is ook een 19e eeuwse geschiedenis uit. Zoals het nu is, ja. En dat heeft zijn invloed tot op vandaag de dag. Maar tegelijkertijd is daar ook al een ontzettende ontwikkeling in, heeft daarin plaatsgevonden. En er zijn daar, Patricia vertelde het net ook, allerlei andere verhalen naast gekomen. En absoluut, ik ben het helemaal mee eens, daar moet nog veel meer naast komen. Onder andere het verhaal van... Ik weet niet of die verhalen ernaast zijn gekomen. We hebben het nu over die verhalen. Ik denk dat dat het verschil is. Die verhalen zijn er natuurlijk al die eeuwen ook. Alleen we vertelden ze niet, Antia. Nee, klopt. Dus die verhalen waren er wel. Dan heb ik me misschien niet goed uitgedrukt, maar ik ben het helemaal met je eens. Nee, ik moet het even heel helder zeggen. Nee, je hebt dan gelijk. Ja. Die verhalen waren er al. Het waren alleen de grote zwarte gaten die we niet... We, als in het witte verhaal of in de witte Nederlander, die verhalen, wij kenden ze niet. En die verhalen worden steeds meer verteld. Ook van de arbeiders, ook van de vrouwen, ook van de Joodse Nederlanders. Dus die verhalen, daar ben ik helemaal met je eens. Sorry als ik het niet helemaal goed maar sorry ook dat ik een beetje nijdig doe. Dat is ook een beetje een rol. Patricia, met je microfoon in je hand. Antia zegt, het is prima. Het is prima als er op verschillende plekken platforms ontstaan, uitingen van wat de geschiedenis van Nederland is. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, natuurlijk. Lokale geschiedenisgroepjes die geschiedenis bedrijven. Vrije tijdsbesteding zie ik dat. Maar het nationale verhaal kan wel een 19e eeuws begrip zijn, maar het is wel het fundament van de Nederlandse staat en het Nederlandse nationale zelfbeeld. Dus is het wel een belangrijk verhaal, het verhaal. En in het verhaal moet ook meer aandacht komen voor die zwarte kant van het verhaal. En dat is er niet. En dat is onvoldoende om dan te denken van... Pietje zit in Lutjebroek ook een beetje geschiedenis te bedrijven of re-enactment te doen of zoiets. Dat is niet de bedoeling. Maar kijk, ze zoet in een hoekje. Dat gevoel krijg ik er een beetje bij. Kijk, Pieter Zoet in zijn hoekje zijn eigen geschiedenisje schrijven. Ja. Dat gevoel, dat krijg ik er dan een beetje bij. Ja. Dus, want we lopen een beetje achter. Wat gaan we concluderen in dit panel? Wat, Marjolein? Ja, ik zou nog even twee dingen, want het zijn twee onderwerpen. Dus inderdaad, voor als jij niet binnen mag bij de grote instituten omdat wat je zegt te radicaal is, dan ga je dus, in mijn geval, ik heb dan een website www.historiebersama opgericht. En dan krijg ik soms vanuit de instanties een soort van, oh, wat leuk dat je dat doet. Zo schattig, maar, precies wat ik zeg. Ja, maar hallo, dat doe ik, omdat ik niet... En we zijn ook succesvol, en daar ben ik ook trots op. Maar het is wel een noodgreep. En het is niet, kijk, het is ook heel hard. Ik bedoel, ik moet gewoon... Ik kom niet aan de bak in mijn vakgebied, ook al heb ik een mastergeschiedenis. Ik moet in een restaurant werken om een beetje in mijn levensonderhoud te voorzien. Het is zo hard is het. En dat wat jij beschrijft op je website komt niet in de boeken, komt niet in het lesmateriaal, komt niet in de films over Nederland, of wel? Ja, wij zijn dan een vertaalwebsite, dus we publiceren vertalingen vanuit het Indonesisch via het Engels naar het Nederlands. Dus het is niet zozeer dat wij een eigen stukken plaatsen. En het andere wat ik even op aan wil haken, is mijn... om misschien een laatste punt te maken, is dat ik niet zo geloof dat ik in, als we het hebben over het verhaal, ik vind het hele idee, het concept van meerstemmigheid echt onzin, omdat dit eigenlijk het kernprobleem verhult. En dat is dat het
verhaal wat nu in Nederland nog steeds de boventoon voert, een koloniaal verhaal is. En dat met het concept van meerstemmigheid mag dat gewoon bestaan. Terwijl ik denk dat koloniaal, het moet een anti-decoloniaal verhaal worden, omdat kolonialisme een zware mensenrechten schending is. En dan mag het niet zomaar meepraten. Dank je. Matthias, tot slot. Even kort, afronden de gedachten. Nee, ik denk dat dit wel een heel belangrijk punt is. En daarom zou ik ook willen waarschuwen voor dingen als lacunes invullen of aanvullen van bestaande verhalen. Want dan wordt buitenwetenschappelijke, buitenacademische kennisvorming bijna wordt een mooie aanvulling, maar niet meer dan dat. Terwijl waar we voor staan is een fundamentele herziening van nationale geschiedenissen, maar dus gewoon ook het Nederlandse zelfbeeld. En daar zijn gewoon flinke mythes te doorprikken. En dat is nog altijd onvoldoende gebeurd, ondanks dat proces wel bezig is. Het idee dat Nederland een tolerant land is. Het idee dat Nederland een kleine marginale kolonisator was die weinig impact had in de hele wereld. Het zijn allemaal onzinmythes. Het idee dat Nederland vrij vreedzaam, geweldloos land is. Ja, dat is altijd al eens geweest. Nou, van Banda tot en met de zeeliedenstaking hier in 1911, waar gewoon de marechaussee door de wijken liep om de havenwijk weer onder controle te krijgen, is dat niet waar. Jouw positie, breng je dat stevig aan de orde, elke dag? Het doel vanuit het IISG is wel om dat te doen. En wij zijn een archief van sociale bewegingen. Dus veel vakbonden, internationale archieven vanuit over de hele wereld. Daar waar archieven geen plek kunnen krijgen in hun eigen omgeving, omdat ze bedreigd zijn. Sociale bewegingen kunnen naar ons komen. Ja. Dus in dat opzicht zitten we heel dicht bij de missie van de Black Archives. En dat proberen we met ons onderzoek ook te doen. Dus ja, ik zeg niet dat dat altijd goed gaat of perfect is of dat we dat voldoende doen, maar dat is wel. Dat is wel in ieder geval het streven. Antia, jij krijgt het laatste woord in dit panel. Geef ons hoop. Geef ons hoop. Ik denk echt dat er wel wat verandert. Ik denk echt dat er stappen gezet zijn. En het boek van Patricia gaat er ook zeker bij helpen. Wij zijn daar zeker toe bereid om het gesprek aan te gaan. Staan daar ook open voor. De deur misschien een beetje verder openzetten. Absoluut. Ja. Zeker. Ja, goed. Daar gaan we het voor dit panel bij laten. Zeer bedankt aan jullie alle drie. Antia Wiersma, Matthias van Rossum en Marjolein van Pagé. Dank jullie wel. We lopen hopeloos achter. Hopeloos achter. Even snel naar Indra. Indra Bujarat. Pak even die gele microfoon als je wilt. Ik heb 17 vragen voor je. Ik ga je er maar één stellen. Ja, ik ga je er maar één stellen. Zullen we er drie doen? Nee, heel kort. Ja. Als we het over racisme hebben, dat is al eerder gezegd, dan gaat het vooral over wat doet het met de mensen die aan het ontvangende, aan de ontvangende kant zijn van het racisme. Maar wat kun je ook zeggen over wat er nou gebeurt in iemand die bewust of onbewust racistisch is? Ja, ja. En voor een deel hebben we dat ook zien gebeuren. In bewoordingen, in de paneldiscussie, in twee thematieken die ik zag voorbij komen. Aan de ene kant individu versus systeem. Daar lijkt het over te gaan, maar daar wil ik wat over zeggen, dat het niet versus is. Het is individu en systeem. Want het systeem bestaat uit individuen. En individu voert het uit, draagt het en het wordt collectief ingebed. Dus wij zijn de structuren ook. En zolang we niet zelf in beweging komen, verandert die structuur ook niet. Dan kunnen we het niet hebben over hen en zij. Het verandert niet. We kunnen de problemen blijven aankaarten, maar als we zelf niet in actie komen. Wie is dus die in actie moet komen? De gevestigde orde. Ja. Want daar, als we het over racisme hebben en institutioneel racisme, dan moeten we kijken naar de gevestigde orde. Waar zit het ingebed? En wie zijn de dragers? Dat zijn de individuen. Maar dan ga ik op mijn hoofd krabben, want die staan toch niet te springen om nu te zeggen, ja. Nee, maar dan komen we dus met de psyche krijgen we te maken. Wat gebeurt er? Er leeft angst. Angst, de macht van de onmacht treedt dan in werking door angst. Angst voor verlies van je macht, van je positie, van je heerschappij, van jezelf, van angst om overheerst te worden. Van allerlei angsten kunnen er spelen. Waardoor, angst om terug te geven wat toch niet van jou was. Ja, wat toch niet van jou was, waar je al eeuwen mee leeft en dat je dat uiteindelijk moet gaan teruggeven. Of angst om ontmanteld te worden, om door de mand te vallen. Allerlei angsten. En wat gebeurt er dan in die psyche, Patricia?
allerlei mechanismen. Wij noemen het in de psychologie afweermechanismen. Dan moet je denken aan rationalisatie. De white fragility, hè, kennen we allemaal. Van ja, maar excuses aandragen. Maar ik heb een nicht die is getrouwd met een zwarte man. Dus dat verexcuseert. Of rationaliseren, het verklaren van nou, de vereniging is zo oud, al anderhalve eeuw, en het zijn oude waarden, zijn moeilijk te veranderen. Ja, dus met die rationalisaties houden we het eigenlijk in stand. Of, wat ik ook hoorde voorbij komen, inclusiviteit. Als we zeggen Black Lives Matter, horen we vaak All Lives Matter. Inclusiviteit, waardoor het racistisch deel eigenlijk overgeslagen wordt. Wordt een soort van weggewerkt. Het zijn allemaal mechanismen om het er niet over te hebben. Ja, allemaal mechanismen over die gespletenheid waar jij het over had. Om die eigenlijk geen podium te geven, ja, om die toe te dekken, af te dekken, of juist van daaruit te reageren, om anderen weg te zetten. En dan zegt Marjolein, we komen nergens als we niet gewoon zeggen ja, Nederland is gewoon een racistisch land. Dat doet aan uitsluiting. En je had nog een paar hele mooie breekijzers. Ja, ja. Ik denk als mensen hier vandaag weggaan met die breekijzers en kijken vooral in hun eigen omgeving, maar ook vanuit zichzelf, vooral wit, maar ook zwart, want zwart draagt ook. In geïnternaliseerde onderdrukkingsvorm dragen we het ook mee. Dus het is, we moeten stoppen met wijzen naar anderen en naar structuren. Wij zijn die structuren. Ja. Die structuren waren er niet zonder de individuen. Precies. Ja. 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 Dus wanneer, en onze eigen aandeel, dus de vragen die je ook stelde, wat doe jij eraan? Wat doen we morgen eraan? Wat doen we vanavond eraan? In onze eigen omgeving. Ja. Een klein voorbeeldje waar ik aan dacht. Pleisters, om maar even iets te noemen. Huidkleur. BH's. BH's, mm-hmm. Panties. Hearing aids. Huidkleur, dat is de blanke kleur. Ja. Een beetje rozig. Het is sinds kort dat er donkere pleisters bestaan. Ja, maar dan ook wel weer heel donker. Dus jij kunt er niks mee, ik kan er niks mee. Nee. Patricia kan er niks mee. Dus nou ja, dit is dan een futiel voorbeeld misschien. Maar het zo verweven zit het in onze structuren. En wat doen wij daaraan? Dus kijk om je heen, signaleer. Wat zijn jouw vanzelfsprekendheden waardoor je het racisme eigenlijk in stand houdt? Goed. Dankjewel voor nu, Indra. Ik kom straks weer bij je terug. Hoe inclusief zijn die instellingen die zich bezighouden met slavernij en de koloniale geschiedenis? Nou, voor mijn tweede panel wil ik graag uitnodigen Ilse Adams. Ilse Adams, kom lekker zitten hier. Linda Mol, welkom. Linda, je mag naast Patricia gaan zitten. En Rabin Baldur Singh, komt u zitten, meneer. Linda, je bent hoofd publiek zaken van het Teylers Museum in Haarlem. En we hebben heel veel van jouw collega's gevraagd voor vanavond. En ja, ze waren een beetje niet lekker. En ze konden niet. En ze moesten morgen naar hun moeder. En allerlei redenen. Ze zijn er niet. En jij bent er wel. Dus alleen daarvoor krijg je een applaus van mij. Ja. Nu nog over de inhoud. Ilse Adams, jij bent grassroots activist. Je bent ook radiohost en je maakt deel uit van het Afro-Surinaams comité Bonnie. En vereerd dat hij bij ons is, Rabin Baldur Singh. Welkom dat u er bent, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Ik vind het echt heel fijn dat u hier bent. Patricia is er nog steeds. Laat ik beginnen, even een vraag die ik aan jullie allemaal wil stellen. Te beginnen met u, meneer Baldur Singh. Hoe hebben jullie naar de lezing en het eerste gesprek geluisterd? En ik kijk op de klok. We lopen serieus een half uur achter. Dus we moeten een beetje concreet, snel soundbites praten. Maar wel echt dingen zeggen. Interessant en herkenbaar. Interessant en herkenbaar. Dank. Ilse. Ja, hetzelfde. Ja? Herkenbaar, zeker. Linda? Ja, toch ook die ongemakkelijke waarheden. Welke? Kijkend naar de museumwereld, zie je wel dat er een soort wil tentoon wordt gespreid om te veranderen. Maar dat ook een heel moeizaam proces is. Wij als Teylers Museum zitten bijvoorbeeld in de tweede lichting van musea bekende kleur. En dat zijn confronterende gesprekken, omdat we toch nog voor een heel groot deel hele witte instellingen zijn. Hè. Ik zie het natuurlijk ook als witte vrouw. Waarbij het ook het gesprek daarover onderling ook ongemakkelijk is. En je ziet dat instellingen
pas ook beginnen met een soort van verandering als er ook in de hele instelling zo'n gesprek gevoerd wordt. Ja, maar met alle respect, ja. Want dat weet je, Linda. Wij hebben elkaar al eens eerder getroffen. Ja. Ik heb een hele reeks talkshows gedaan voor de museumvereniging, waar jouw museum ook onderdeel van is. En dat hebben we 2 jaar gedaan, die talkshows. En daarvoor was er ook al een conferentie met als thema diversiteit en inclusie. En inmiddels zijn we dus bijna 4 jaar verder. En dat zeg ik omdat ik denk, we kunnen heel veel praten, maar we kunnen ook heel veel onderzoek doen, maar we moeten vooral dingen doen. Dat klopt. Ik denk wat belangrijk is dat je ziet ook dat verschillende musea hele verschillende snelheden daarin hebben. Ik denk dat de hele museumwereld ook met bewondering bijvoorbeeld naar het Rijksmuseum kijkt, die heel erg voorop loopt. Met het ook aanstellen. Nou, het wordt gelachen, maar zo'n tentoonstelling. Meneer, ik zou u willen vragen om een beetje respect te tonen voor de mensen die vanuit verre hier zijn. Nee, maar u bent te luid en u bent. Nee, ik kan u ook vragen om de zaal te verlaten. Dus of u zit gewoon tot ik u het woord geef. Maar ik vind dit echt. Ik vind dit echt onbeleefd. Dat ik de Rijksmuseum gewoon niks vind. Nou, dan gaat u er niet naartoe. Maar wat u niet gaat doen, is mijn gasten zitten uitlachen. Ik vind het onbeschoft. Ik zeg het u gewoon, ik vind het onbeschoft. Laat mevrouw uitspreken. En anders ga ik u echt vragen om de zaal te verlaten. Want u zit de hele tijd... Nee, u zit de hele tijd heel onbeleefd te doen. Linda, maak je verhaal af. Het Rijksmuseum steekt zijn nek uit. Dat vind ik wel. Hè. Zeker als Rijksmuseum door zo'n thema als slavernij ook aan te vatten. En dat werkelijk ook in hun personele bezetting veranderingen door te voeren. Ik denk dat er ook een hele mooie documentaire over gemaakt is. Dat is in ieder geval in de museumwereld. Ja, in ieder geval een eye-opener. Is dat een enorme eye-opener? Ja. Kijk, en Het begint natuurlijk met het zien. En ja, je hebt gelijk, altijd zo'n discussie loopt al heel lang. Ik denk ook dat... ik zit hier ook om een soort eerlijk beeld te geven van wat gebeurt er nou binnenin zo'n instelling. Dat veel musea gedacht hebben, dit hele, dat is iets voor het etnografische musea. Het museum waar ik werk sinds 1,5 jaar, Tijlers Museum, is een oud museum vanuit de verlichting ontstaan. Dat er ook wel lang gedacht is van, nou, die hele discussie gaat wel aan ons voorbij. Ja. Maar goed, er is natuurlijk wat met je museum, dus daar gaan we het zo over hebben. Ik wil even naar onze nationaal coördinator. Wat is dat precies? Wat hebt u voor opdracht meegekregen vanuit de overheid? Om te komen met een nationaal programma. Ter versterking van de aanpak van discriminatie en racisme. Dus ik behoor een nationaal programma te maken. Ik ben ermee bezig. De bedoeling was dat ik hem voor de zomer klaar zou hebben. Maar het ziet er naar uit dat het niet gaat lukken. Omdat om zo'n programma te kunnen maken er een heel wereld erachter zit. Waar je heel veel terrein eigenlijk moet winnen. Want die wereld die erachter zit, die is heel defensief als het gaat om verandering in die samenleving. Want doet u dat namens de overheid of doet u dat namens ons, de argeloze burger? Ik ben uiteraard benoemd door het kabinet als regeringscommissaris. Maar de opdracht is ook heel nadrukkelijk om een nationaal programma te maken dat draagvlak heeft ook in de samenleving. En dat heb ik heel serieus, denk ik, opgepakt door eerst het gesprek met die samenleving aan te gaan. Ik heb 22 gesprekken georganiseerd. Van Groningen tot Vlissingen, van Eindhoven tot Amsterdam. Uh-huh. Op verschillende thema's, van zwart racisme tot LHBTI-groep. Van arbeidsmarktdiscriminatie tot discriminatie. Het is heel breed wat u moet doen. Het is vrij breed. Het is een vrij breed meteen ook het gevaar, of niet?
Wat zei u? Is meteen ook het gevaar dat het zo breed is. Nou ja, het gevaar zit hem hierin dat er niet in één keer een stevig nationaal programma zal staan. Want daarvoor heb je wat meer tijd nodig om alle neuzen één kant gericht te krijgen. Het lijkt wel zo bedacht, zeg ik even heel cynisch. Ja, nou, ja, weet u, ik ga niet vanuit het positieve, want ik zit er ook bij, moet je zeggen. Ja. Maar u zit er net een jaar. Kunt u al aangeven wat volgens u de grootste uitdaging wordt? Nou ja, kijk, er zijn verschillende uitdagingen. Maar goed, een van de grootste uitdagingen is... instellingen, instituties, laten we zeggen de Rijksoverheid... eigenlijk in beweging te krijgen, eigenlijk ook anders te laten denken. Als je kijkt naar de Rijksoverheid, hè, hoe dat georganiseerd is... het is een vrij witte organisatie. Hè? Oh, laat het vrij maar weg, ja. Oké. Het is een witte organisatie. En ik hoop niet dat ze een paar mensen zoals ik benoemd hebben als excuus... zwarte of zo. Dat probeer ik in ieder geval niet te zijn. En iedereen vindt het belangrijk. Echt iedereen, musea, culturele instellingen... iedereen vindt het belangrijk dat de werkvloer divers wordt. Maar dat vinden we al vanaf de jaren 90. Juist. En de vraag is, waarom vinden al die instituties het... in ieder geval op papier belangrijk? Is dat omdat ze vinden... Nederland is nu al zoveel eeuwen, wordt bestuurd op een bepaalde manier. Dat willen we niet meer. Of is het omdat er een hoop over te doen is? Dat is de vraag die ik u stel. Nee, het is eigenlijk bon ton. Hè? Het is eigenlijk goed om dat te vinden en om dat te zeggen. Maar vinden we het echt, is dan de vraag. Nou ja, ze doen mij geloven dat ze dat wel vinden. Ja, maar ze zijn heel knap daarin natuurlijk. Nou, dat zou zomaar eens kunnen. Maar wat wij zorgen baart... Ik ga vanuit het positieve. Dus als mensen dat vinden, als organisatie dat vinden... kan ik dat alleen maar waarderen. Maar wat ik niet kan waarderen, is dat je het wel vindt... maar je handelt er niet naar. Ja. En ik denk dat wij dus nu op een moment zijn beland om te handelen. En dat geldt dus voor de Rijksoverheid, heel nadrukkelijk. Dus er moeten directeur-generaals benoemd worden... intersectioneel het liefst, hè... Dus in ieder geval mensen met een migratieachtergrond, wat mij betreft. Er moeten, in ieder geval in de hogere functies, moeten er mensen benoemd worden. Die werkvloer moet wat breder, wat diverser. En dat geldt eigenlijk wat mij betreft ook voor allerlei andere instellingen. Ik denk dat als bij de Belastingdienst de werkvloer een ander was geweest dan wat het is... dan had misschien dit probleem... was dit probleem wat wij nu kennen als toeslagenschandaal ook niet geweest. Ja, maar dan, u had het er zelf bij, Belastingdienst. Daarvan zei de staatssecretaris... ja, het was op bepaalde plekken binnen die organisatie... en dan ook nog een paar mensen die het toch eigenlijk wel goed bedoelden allemaal. Het is bijna een ongelukje wat er gebeurd is... met het institutioneel racisme bij de Belastingdienst. Ja, koningin Maxima zou gezegd hebben, een beetje dom... Ja. En dat is dus wat ik ook vind. En daar heb ik hem ook op aangesproken. Hè? Ik denk dat de manier waarop hij de situatie bij de Belastingdienst... heeft gebagatelliseerd... hij eigenlijk op een paar nul achterstand is gekomen door zijn toedoen. Hm. En ik denk dat het wel... Als je kijkt, gewoon heel objectief... Hè, wat PricewaterhouseCoopers mee gekomen is, hè, dat onderzoek... En als je kijkt naar tabel 2, er is een tabel 2... waarin op basis van nationaliteit en godsdienst en dat soort zaken... meer vinkjes geplaatst wordt. Ja. Ja, dan kun je niet zeggen dat het geen institutioneel racisme is. Ja. Het is een ingebakken mechanisme, zeg maar, in beleid. En dat betekent gewoon dat dat dus wel institutioneel is. Exact. En dan een extra stap... We storten ons nu al hoeveel jaar op dat toeslagenschandaal? Hoe lang zijn we erover bezig inmiddels? 4 jaar? Ja, vanaf... 4, 5 jaar. En nu doen we met z'n allen alsof het dat daar het probleem is. Maar als het bij de Belastingdienst is, meneer de nationaal coördinator... dan zit het toch in de hele samenleving. Kom op. Nou ja, ik ontken dat dus niet. Hè? Maar bevestigt u het? Nou, kijk, ik bedoel, ik moet wel daartoe bewijzen hebben... om daar gewoon uitspraken over te kunnen doen. Maar ik denk dat als het gaat om institutioneel racisme... zoals
ik dat definieer, hè, uitsluiting op basis van afkomst, huidskleur, religie, door zeg maar beleid en processen van, en ongeschreven regels, om en het maar codes, zo te zeggen. Ja. Dan heb ik het vermoeden dat dat inderdaad ook bij andere instellingen voorkomt. Oké, okay, u zegt het heel diplomatiek. Nee, dat maar dat moeten we dus ook uitzoeken. Ja. En een van de smoking guns die nu richting mij is gekomen, is bijvoorbeeld financiële instellingen. Dus banken, de bankenwereld enzovoort. Verzekeraars. De vraag is dus, ja, de verzekeraars. En ik vraag me af, hoe zit het nou bij het UWV? Dus dat zijn allemaal grote instellingen die wel lijsten gebruiken, denk ik. Ja. Algoritmes gebruiken die uitsluiting met zich meebrengen. Of, nog belangrijker, die bepaalde wetten gebruiken, waarvan de wetgever ooit gedacht heeft, blijkbaar. Het zijn goede wetten, maar nu blijkt het wetten te zijn die discriminatoir zijn. Ja. Zoals, ik bedoel, het feit dat iemand met een islamitische achtergrond op zo'n lijst belandt, heeft natuurlijk, is gebaseerd dus op die wet tot witwassen, hè, de aanpak van witwassen en terrorismebestrijding. Ja. Ja. Waardoor instellingen, ook de Belastingdienst, dat gebruikt heeft om gewoon iemand op basis van een donatie aan een moskee, zeg maar, op zo'n lijst te zetten. Ja. En dat moet dus niet kunnen. Nee, nou, als ik u zo hoor, zijn we voorlopig nog niet klaar hiermee. Nee, ik ontdek elke keer hele stevige dingen, moet ja, ik zeggen. Ja, elke keer ontdekken we weer een beerput die open gaat. Daarom is het zo ook wel belangrijk om dit gesprek te voeren met zeker elkaar. Ja. Maar als u nu mij vraagt, van gaan we, hè, want dat lijkt een beetje teneur te zijn, overnacht tot verandering overgaan. Nee, maar wel. Dat zal echt niet gebeuren. Nee, dat ben ik met u dat eens. Dat zal dus niet kunnen. Maar het mag wel ietsje sneller dan het nu gaat. Het mag ietsje sneller dat het gaat. De druk mag ook wel wat hoger dan op dit moment er is. Maar laten we dat ook proberen natuurlijk zo realistisch mogelijk te werk te gaan, om het maximale eruit te halen. Want echt waar, de hindermacht is wel in deze best wel stevig, okay, hoor. Ja, maar ik word 60 dit jaar, dat vier ik het hele jaar. En ik wil het nog wel meemaken. Dat is het enige wat ik wil zeggen. Ik ben het eergisteren geworden. Gefeliciteerd. En ik wil het, dank. En ik wil het ook meemaken. Ja. Maar Martin Luther King had gedacht van dat zijn droom ook binnen afzienbare tijd gerealiseerd wordt. Wij streven nog steeds zijn droom na, denk ik. Ik ga even naar Ilse, want anders had ik u beter in een café kunnen uitnodigen. Ilse, je bent al jarenlang bij je... Mevrouw, ik word moe van dat gegons in de zaal. Dat kan ik niet horen wat ik denk. Je bent al jaren bezig om de Afro-Surinaamse gemeenschap in Amsterdam een stem te geven. Wordt die stem nog wel een beetje gehoord, is mijn vraag. Nee, niet erg. Maar niet alleen in Amsterdam, hoor. Overal. Ja? Ja, Antillen, Suriname. Maar zeker hier waar ik woonachtig ben. Dus ook in de landen van herkomst wordt de stem minder... Welke stem klinkt daar het hardst dan? In welke zin? Als het niet de Afro is. Nee, de Afro, want wij hebben een koloniale verleden. Dus het is daar gevestigd, dat gedrag. Ja. Je was 3 jaar geleden ook bij dit gesprek. Dat klopt, was ik ook in het publiek. Ja, wat zie je, zijn de verschillen tussen nu en toen? Niet veel. Oh jee. Net wat Patricia zei, we zijn meer op de televisie. Maar waar het echt om moet gaan, bij de hogere, bij de historici, bedrijven, antropologen. Mm-hmm. Daar zien wij die mensen niet. We willen ze juist daar vertegenwoordigd zien. Zo inhaken op dat woord wat u zei, intersectionele. Ja. Men heeft het over ons, maar onze mensen zijn niet daar. Terwijl we ze wel hebben. We hebben de historici. Mm-hmm. Dus ik ben blij dat ik naast meneer zit. Dus ja? wat denk je? Het moet een moetje worden. Moet je dan je strategie aanpassen als je je stem toch wil laten horen? Of vind je van niet? Nee, dat gebeurt al, hoor. Maar we krijgen geen gehoor. Het moet een moetje worden, het wordt afgedwongen worden. Dat wij die mensen ook daar zien, het moet verplicht worden. Het moet gewoon verplicht worden? Ja. En wie moet dat verplichten? Nou, zoals u, organisaties. Ja. Ja, het moet gewoon afgedwongen. Men kan het niet over ons hebben en wij zijn daar niet vertegenwoordigd. Nee. Zoals die historici, zij schrijven over ons, ze worden goed betaald. Maar die Patricia en die andere dame over Indonesië, die hebben dezelfde studie gedaan. Ook hier in Nederland, ook in het Nederlands. Dus waar schort het dan aan? Waar zit hem?
dan in. Wat is jouw eigen idee daarover? Het is gewoon racisme. Ja. Maar dat woord neemt men niet graag in de mond. Men is gewoon conservatief. Ja, 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 conservatief is ook zo'n makkelijk woord. Hè? Ja. Dat kun je overal inschuiven. Ja, maar dat woord racisme hoort men niet graag. Ja. Nee. Dus maar het moet gewoon dan. Ja, als men ook vrouwen op bepaalde plekken wil... Nou, dat noem je wat. U wilt even aanhaken. Nou, mag ik een idee lanceren vandaag? Luisterend naar uw verhaal. In het begin luisterend ook naar het panel. En hoe u dat dus nu ook even zegt. Wij willen een inclusief geschiedenis, om het maar zo te zeggen. Een verbonden geschiedenis bewerkstelligen. Ik denk dat het heel erg goed zou zijn om hierover een goed gesprek aan te gaan met de minister die hoger onderwijs in zijn portefeuille heeft, om via hem tot de universiteiten door te dringen om te kijken of we een soort nationaal comité zouden kunnen maken, of nationaal onderzoeksgroep zouden kunnen maken om inderdaad tot die herschrijving van die geschiedenis te komen. Zeer bedankt jullie alle drie. Patricia, blijft u nog even zitten. Jullie mogen gaan. Indra, kom nog even hier. Wat ik hoor, wat ik mis, is de toevoeging van de sense of urgency. Als je mensen in beweging wil krijgen, terug naar mensen, institutioneel racisme wordt gedragen door mensen, het wordt in stand gehouden, gereproduceerd. Sense of urgency om het te doorbreken moet er zijn. En wie moet dat er aan toevoegen? Wij hier. Baldeusing, iedereen hier. Ja. Dus die sense of urgency, wat is dat voor iedereen? Als je kijkt naar geschiedenis als het bedrijf, geschiedenis, bedrijven die gaan om financiële prikkels bijvoorbeeld. Hè. Nou, in geschiedenisbedrijf gaat het om andere dingen. Wanneer voelen mensen de druk als het persoonlijk wordt? Nou, en dat is steeds mijn vraag. Wanneer voelt Nederland als samenleving de druk? Want nu heb ik in ieder geval de indruk dat het gaat om... Oh, die nieuwe Nederlanders die willen een stukje van de taart. En nu moeten we ze gaan appeasen. We gaan ze blij houden. We maken een paar rapporten en we doen een paar projecten. En maar we doen het toch niet voor die nieuwkomers? En die boze mensen nodigen vooral niet uit. Nee. Dat is wat er gebeurt. Ja. Terwijl die boosheid mag ook een stem hebben. Juist. Ja. En de meerstemmigheid, in die zin in andere connotatie bedoel ik dan eerder. Er is zoveel, zoals we hier praten in de Bali ook, met alle dank voor deze organisatie. Maar het is zo keurig, het is zo rationeel, zo academisch. En zo de mensen die bang zijn om te veranderen, die mogen ook wel in hun kringetje over hun angst gaan praten zonder hier aangeklaagd te worden. Ja. De mensen die boos zijn, mogen ook hun boosheid gaan uiten met elkaar om sterker naar voren te komen, om dan te komen met voorstellen hoe dat te veranderen. En dan kun je bij elkaar komen. Dus die sense of urgency, het wordt nu een beetje naar elkaar toegeschoven, vooruitgeschoven. En dat bedoel ik. Weggeprojecteerd. Dan blijf je twee kampen houden, terwijl ik zeg... Correct me if I'm wrong. Ja, jij bent de psych. Ik zeg, we moeten het allemaal willen, omdat dit Nederland is waar we met z'n allen wonen. En we doen het dus niet voor die zielige nieuwe Nederlanders. We moeten het ook witte Nederlanders, moeten het vooral voor zichzelf doen. Ja, ja. Wil van die angst afkomen. Ja. Witte mensen. Ja. Zo. Want ik bedoel... Mijn voorouders hebben al die eeuwen angst gehad en pijn en ongemak. Ja. Nee, en daar hoor je ons niet over zeuren. Dat is een beetje wat ik wil zeggen. Ja, ja. En het leren begrijpen van elkaars pijn, dat brengt samen. Ja. Maar elkaars pijn moet wel de ruimte hebben om geuit te worden. Okay, en dat wil wel eens weggeveegd worden. Zeker. Ja. Maar ik wil wel dat we niet over 10 jaar nog dit gesprek weer voeren. Ja. En dat ik dan weer hoor, ja, maar het was zo ongemakkelijk. Ja, ja. Maar ik ken rapporten van 10 jaar terug over racisme en in hogescholen en noem maar op. En daar stond het dan al in? Die staan ergens in lades. Oké. Ja. Nou, Indra, ik ga je bedanken, want... Maar ik wil niet moedeloos zijn, hè? Nee, ik bedoel, we hebben wel stappen gemaakt. Nee. We hebben stappen gemaakt. En een groot deel van het antwoord ligt bij onszelf... en bij onze medemensen die we kunnen aansporen. Goed, ja. Daar ga ik het bij laten. Voor nu, dankjewel, Indra Bujarat. Patricia... Het is jouw avond. Ik ga je in de gelegenheid stellen. Hij is er toch, de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme. Ik denk dat hij een kopie van je nieuwe boek zou moeten hebben. Misschien zou je het hem willen aanreiken. Is dat een goed idee? Meneer Baldjusin, komt u nog 1 keer naar voren. Dan krijgt u een exemplaar van het nieuwe boek van Patricia D. Gomez. En dat is het, ja.
En de pers kan nu foto's maken. Laat mij uit het shot verdwijnen. Zo. Dat is even een goed moment. Ja, oh. Ja, een paar folders van de balie. Dat die erbij horen. Nou, ja, stop ze er maar bij, toch? Eentje is genoeg. Ja, kunt u als sowieso als paginahouder houden. Zeer bedankt. Ja, en zeer bedankt voor uw komst. Patricia, je krijgt 1 minuut om af te ronden. Iets wat jij nog kwijt wilt. Met je microfoon. Microfoon, 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 microfoon. Heel hartelijk bedankt dat jullie hier allemaal zijn gekomen. En ook met volle inzet hebben meegedaan. En ook niet zijn weggelopen. En ja, laten we bezig blijven en hard werken aan een heel mooi Nederland voor ons allemaal. Want er staan ons grote rampen te wachten die we het hoofd moeten bieden. Het redden van de planeet natuurlijk. En het water tegenhouden moeten we met z'n allen doen. Kunnen elkaar de hersens niet gaan inslaan, toch? Ja, zo is het. Dankjewel, Patricia. Dank jullie wel voor jullie komst. En voor het meepraten. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Part 2 was dit van nog meer. We gaan hiermee voort. Tot dan. Volgende keer.